Goedemorgen gemeente, mijn naam is Ricky Hovenk en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Dirk van Keulen voorgaat. Deze dienst wordt opgenomen op beeld en geluid waarbij alleen de mensen op het koor zichtbaar zijn. Een welkom aan de kijkers van de website en de luisteraars van de cd. In het bijzonder mevrouw Annie Eunk. Fijn dat u thuis met ons verbonden bent. De organist is Gert Aldebeuving. De lector is Tineke Burgers en de koster is Bart Boening. De bloemengroet gaat naar mevrouw Annie Eunk Schieven. Dinsdagavond 5 juli om 20 uur geeft Steenerenwald en Vriends een zomerconcert in de Regemiuskerk. U bent van harte welkom. De toegang is gratis, een vrije gif aan het eind van het concert wordt op prijs gesteld. U kunt uw gaven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is voor werelddiaconaat en kans aan hun kinderen in India onderwijs te geven. Volgende week zondag is er weer om 10 uur een dienst in onze kerk waarin dominee Hubertien Oosdijk voorgaat. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
Dit huis, de Remigiuskerk, het is een huis van God. Wij komen samen voor Gods aangezicht. Laten we daarom eerst een moment stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Gaan jullie maar zitten, ja. We zullen bidden en we sluiten het gebed af met het zingen van het Kyrie in het liedboek 301a. Trouwe God, zoals wij hier vanmorgen zitten, zo bracht u ons samen. Allemaal hoorden wij op de een of andere manier uw stem die ons riep. Misschien was het de stem van de gewoonte. Misschien was het de stem van een taak hebben. Misschien een andere stem. Een open kring vormen we. Iedereen is welkom in ons midden. Om mee te bidden, te zingen, de Bijbel te lezen, stil te zijn. Aan het begin van onze viering bidden wij voor de wereld van vandaag. In wat voor wereld leven wij? Een wereld van grote verdeeldheid. We denken aan al die mensen die zo bang zijn. Die zoeken naar veiligheid. Een plaats om in vrede te wonen. We denken aan al die mensen die leven in het donker. Die zoeken naar licht, maar geen licht kunnen vinden. Wij denken aan uw schepping die wij van u hebben gekregen, maar waar wij mensen niet goed voor zorgen. Daarom bidden wij We zingen lied 305, vers 1, 2 en 3.
Laten wij bidden. Uw woord komt in mensentaal tot ons, God. Dat lijkt misschien makkelijk, maar het is het vaak niet. Er kan ons zoveel in de weg zitten wanneer we naar uw woord luisteren. Daarom bidden wij u. Open ons hart. Kom ons nabij. Help ons als wij proberen ons leven te plaatsen in het licht van uw grote genade. Amen. We maken vanmorgen een weg door Psalm 139. Die gaan we in zijn geheel lezen. Psalm 139 is een geliefde psalm die vaak wordt gelezen. Vaak ook op sleutel- of scharniermomenten in het leven van mensen. We lezen de psalm niet in één keer helemaal, maar we doen dat in vier gedeelten. Telkens afgewisseld door iets zingen, een paar gedachten ter overweging. Gedachten die ik natuurlijk altijd voor beter geef. En we gebruiken de Bijbel in gewone taal. Dan klinken de vertrouwde woorden soms net even anders. Onze lector is Tineke Burgers en ze leest nu het eerste stukje van de psalm. Een lied van David voor de zangleider. God, u weet alles van mij. Heer, u weet alles van mij. U kent mij. U weet waar ik ben en u weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg. U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg. U ziet alles wat ik doe. Voordat ik mijn mond open doe, weet u al wat ik wil zeggen. U bent voor mij en achter mij. U bent om mij heen. Uw hand houdt me vast. Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent. Ik kan het niet begrijpen. Ik zei het net al. Psalm 139 is een geliefde psalm. Vaak gelezen thuis of in de kerk, op de kruispunten in de levens van mensen. Vaak gezongen ook. En dan vooral die eerste twee coupletten. Later coupletten, vooral uit het tweede deel van de psalm niet. Maar daar komen we straks op. Het is een lied. Het is ook een gebed. Er wordt tot God gesproken. Het is een gebed van verwondering en vertrouwen. In het eerste stuk van de psalm gaat het vooral om kennen. Een heel persoonlijk, een heel vertrouwd kennen. Zoals je mensen kent die je heel lief zijn. Aan één blik, aan één woord voldoende te hebben om te weten wat er in die ander omgaat. Je vreugde en je blijdschap, dat wat je energie en zin geeft, dat wat je beweegt, dat wat je ten diepste bezighoudt. Maar ook de doolhof van gevoelens waar je in kunt belanden als het moeilijk is in je leven. Je onzekerheid. Je machteloosheid, je verdriet, je tranen om gemis, je opluchting als er een einde is gekomen aan uitzichtloos lijden. U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen, uw hand houdt me vast. Woorden die mij doen denken aan de woorden waarmee St. Patrick
vele eeuwen geleden zijn medegelovigen zegende. Ik zal die zegen straks aan het eind van de dienst uitspreken. Ik hoor ook over de hand die je overeind houdt als je wankelt, als je dreigt te vallen, als het je te veel wordt. De psalm zegt, zo wil God er voor je zijn. Als een vriend, als een geliefde die je kent, door en door, die met je vertrouwd is. Als iemand die je steunt, iemand waarop je kunt leunen. Als iemand die met je meegaat, welke bocht je leven ook neemt. Iemand waar je op aan kunt. Iemand die je kunt vertrouwen, aan wie je je kunt toevertrouwen, wie je ook bent, wat er ook in je omgaat. Daarvan zingt Psalm 139, een lied van vertrouwen en verwondering. En laten we dan nu die eerste twee coupletten van Psalm 139 zingen. God, u weet waar ik ben. Waar kan ik heen gaan zonder dat u het merkt? Waar kan ik heen vluchten zonder dat u mij ziet? Ik kan wel naar de hemel klimmen, maar dan bent u daar. Ik kan wel afdalen naar het land van de dood, maar daar bent u ook. Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt. Ik kan naar de plaats gaan waar de zon ondergaat. Maar ook daar zal uw hand mij leiden. Ook daar houdt uw hand mij vast. Ik kan wel willen dat het donker wordt, zodat u mij niet ziet. Ik kan wel willen dat de dag verandert in nacht. Maar voor u is het donker niet donker. Voor u is de nacht net zo licht als de dag. De duisternis lijkt op het licht. Psalm 139 is in de Bijbel in gewone taal in vier stukken verdeeld.
En de vertalers hebben boven elk van die vier gedeelten een titel gezet. God, u weet alles van mij. God, u weet waar ik ben. Dat zijn de eerste twee. Maar is dat niet ook beklemmend? Wie weet er alles van je? Wie weet altijd waar je bent? Waar je ook naartoe wilt gaan? De plaats waar de zon opkomt en de plaats waar de zon ondergaat. Het uiterste oosten en het uiterste westen. Donker en licht, dag en nacht. Zelfs als je als Jona zou willen vluchten. Zit je daar wel op te wachten? Dat kan je toch de adem benemen? Helemaal wanneer we denken aan hoe er soms vroeger over God wel werd gesproken. God die alles ziet. Ook dat koekje dat jij uit de trommel pakte. God zag het. En zo kon God voor sommigen iemand worden waarvoor je bang moest zijn. Ik denk dat de psalmist het zo niet heeft bedoeld. Dit tweede deel van de psalm is vooral een uitdrukking van vertrouwen. Vertrouwen dat wat er in je leven ook gebeurt, God je nabij wil zijn. Dat Hij er voor je wil zijn. God heeft er geen belang bij om met een geheven vinger alles te bezien wat je doet. Niet om ons angst aan te jagen, maar om te leven in vreugde. Daarvoor schiep Hij ons. In een van mijn twee banen hou ik me vaak bezig met de Nederlandse theoloog Van Ruler. Hij schrijft ergens dat God plezier en vreugde had in de schepping. En omdat God ook ons dat plezier en die vreugde gunt, daarom schiep Hij ons. Dat vind ik wel een leuke gedachte. Dit tweede deel van Psalm 139 is vooral een uitdrukking van vertrouwen. Ik kan wel afdalen naar het land van de dood, maar daar bent u ook. Maar ook daar zal uw hand mij leiden, ook daar houdt uw hand mij vast. Dat zijn dragende woorden. Woorden die aangeven dat God een weg met ons gaat. Een weg die veel verder reikt dan wij ons kunnen voorstellen. Ook daar waar de duisternis ondoordringbaar lijkt te zijn, ook daar houdt Gods hand ons vast. Krachtig en teder. Zingen we Psalm 139d. Heel het duister is vol van luister. Een lied gemaakt bij dit tweede deel van Psalm 139. God, u hebt mij gemaakt. U maakte mij in de buik van mijn moeder. Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd. Ik dank u daarvoor, want het is een wonder zoals ik gemaakt ben. Alles wat u maakt is een wonder, dat weet ik heel goed. U hebt me al gezien
toen ik in het geheim gemaakt werd. U hebt me al gezien toen ik diep in de aarde ontstond. Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag u mij al. Nog voordat ik werd geboren, wist u alles al van mij. En u schreef het in uw boek. God, uw gedachten kan ik niet begrijpen. Ze zijn te moeilijk voor mij. Ik probeer uw gedachten te tellen, maar het zijn er zoveel, meer dan er zand is bij de zee. Ik ben dicht bij u, elke ochtend weer. Psalm 139 is een gedicht. Het is poëzie. En daarom hoeven we het niet als een biologieboek te lezen. Kenmerkend voor alle poëzie is dat het gaat om verbeelding. Poëtische taal is taal die verwijst naar diepere lagen in ons bestaan. En dat is wat hier in de psalm gebeurt. Dit derde deel van de psalm is de uitdrukking van de verwondering. De verwondering die we nog steeds kunnen hebben als we een pasgeboren kind in handen hebben. Zo kwetsbaar en ook zo prachtig. De verwondering over wat het leven eigenlijk is. Wat liefde is. Vooral de liefde die je leven draagt. Nog voordat ik werd geboren, wist u alles al van mij en u schreef het in uw boek. Een zin om over te struikelen. Een zin waarbij even de associatie met Sinterklaas zich kan opdringen. Maar ook de gedachte, als het zo is, dan blijft er toch geen keuze in je leven meer over. Dan ligt alles toch al vast. Ons probleem is dat wij vaak in filosofische begrippen over God denken. Met woorden als alwetend, alomtegenwoordig, almachtig. Dat zijn grote woorden. Maar het zijn ook woorden die gemakkelijk stuk breken op de weerbarstigheid van ons leven. Vooral als het misgaat in ons leven. Als er verdrietige dingen gebeuren. Als de onmacht zich van je meester maakt. Dan dringt de vraag zich op, is dat het wat God wil? En hoe vind je dan een antwoord? We zouden er lang over kunnen praten. En dat kunnen we vandaag in deze korte overwegingjes niet doen. Laat ik er nu alleen dit van zeggen. Die filosofische begrippen, die grote woorden, hebben eigenlijk altijd uitleg nodig. Je kunt ze niet zomaar even gebruiken. God is machtig. Ja. Maar hoe? Is het de macht van de liefde? De liefde die duurt tot over de grenzen van de dood? De gedachte dat ons leven in Gods hand is, vind ik waardevol. Maar als je in concrete situaties van je leven nadenkt over de vraag hoe ons leven in Gods hand is, ja, dan stuit je toch ook wel heel vaak op een raadsel. Op de grote levensvragen is vaak geen antwoord. God, uw gedachten kan ik niet begrijpen, zegt de psalm. Psalm 139 is een lied over vertrouwen en verwondering. En daar zit ook iets in van een geheimenis. En misschien kun je daar maar beter over zingen dan erover gaan praten of discussiëren. Nou, laten we dat zingen dan maar doen met twee coupletten van lied 825.
God, blijf bij me. Bescherm mij tegen slechte mensen, God. Laat ze voorgoed verdwijnen. Moordenaars zijn het. Ze spreken kwaad over u. Ze vertellen leugens over u. Het zijn uw vijanden. Met hen wil ik niet omgaan, Heer. Zij kunnen mijn vrienden niet zijn, want ze verzetten zich tegen u. Ik wil ze nooit meer zien. Uw vijanden zijn ook mijn vijanden. God, ik wil dat u alles van mij weet. Ik wil dat u weet wie ik ben. Kijk in mijn hart. Onderzoek al mijn gedachten. Kijk of ik leef zoals u dat wilt. En leid me op de weg die u wijst. Ik zei, Psalm 139 is een lied van vertrouwen en verwondering. En ineens hier in het vierde en laatste deel slaat de boel om. Harde woorden, laat ze voor goed verdwijnen. Ze zijn ook berijmd, we vinden ze in ons liedboek. Maar die coupletten heb ik nooit gezongen. En jullie denk ik ook niet. Wordt de psalm door deze woorden niet bedorven? Om niet te zeggen, verpest. Alle commentatoren van de psalm worstelen ermee. Bij een van die commentatoren las ik dat de psalm in een situatie van grote nood is geschreven. Misschien net na de uitredding uit de nood. In heel veel psalmen vind je ergens halverwege een omslag. Vaak begint het met roepen tot God in nood. En dan volgt de omslag met woorden van vertrouwen. En hier in Psalm 139 lijkt het wel omgekeerd. En daarom zegt een van die commentatoren, moet hier wel sprake zijn van een vergissing. Dit laatste stuk zou het eerste stuk moeten zijn. Natuurlijk is dat een speculatie. En ik vraag me af of die speculatie ons zoveel verder helpt. Want die harde woorden blijven er dan toch maar staan. Woorden waar ik eerlijk gezegd niet zo goed raad mee weet. Kun je God vragen om vergelding? In andere Bijbelvertalingen staat het nog harder. God brengt de zondaars om. Pas op, denk ik dan. Voor je het weet, ga je zelf aan het vergelden. Grijp jezelf naar de wapens. En waar dat toe leidt, dat zien we in de wereld gebeuren. In Oekraïne. Afschuwelijk wat daar gebeurt. Maar ook in Jemen. In Ethiopië. In Syrië. Ik denk ook aan de onderdrukking van de Oeigoeren. Ik denk aan Afghanistan, aan de positie van vrouwen en meisjes. Heel erg allemaal. Misschien beseft de psalmendichter ook wel dat je voorzichtig moet zijn met woorden over vergelding. Want de laatste zinnen zijn niet voor niets. Kijk of ik leef zoals u dat wilt en leid mij op de weg die u wijst. Laat dat de weg van de vrede zijn. De vrede met God en de vrede met mensen. Ik sluit onze weg door Psalm 139 af met een gedicht. De laatste jaren is door meerdere Nederlandse dichters bij iedere psalm een gedicht gemaakt. Dat is dan telkens in een boek uitgegeven. Huub Oosterhuis deed het. En Lloyd Haft en Anton Ent en de Zoolse dominee Siebren van der Zee en Henk Pietersma en ook Karel Eijkman deed het.
En hij bundelde zijn gedichten in een boek met de prachtige titel Een knipoog van u zou al helpen. Zijn gedicht bij Psalm 139 heet Die mij door en door heeft. Ik laat me niet zo gauw kennen, want zo ben ik niet. En wat ik wel ben, gaat niemand wat aan. Zo iemand ligt mij niet, aan wie ik ziel en zaligheid toevertrouw. Ik zou niet weten wie dat zou kunnen zijn. Maar dan te weten dat er een is die mij door en door heeft. Die mij door en door ziet. Die mij doorlicht, door merg en been. Tot in mijn nieren, tot op het bot. Dwars door mij heen tot in het hart. Zo een. Wie zou dat kunnen zijn? Om dan te weten dat er een is die mij vierkant uitlacht als ik stoer doe, als ik opschep. Die een hand legt op mijn schouder als ik me opwind, als ik kwaad ben of diep bedroefd en dat niet wil laten zien. Zo een. Zou hij dat kunnen zijn? We zingen lied 217. Thank you.
Laten wij bidden. Eeuwige, bron van leven, bron van liefde. Wij danken u voor deze dag, deze zondag. Een dag die de gewone gang van ons leven even onderbreekt. Een dag waarop we tijd voor andere dingen hebben. Tijd voor ontspanning. Tijd om anderen op te zoeken. We luisteren een oud lied van vertrouwen en verwondering. Help ons ons leven in dat licht te zien. Niet alleen als het ons voor de wind gaat, maar ook als we leven met grote vragen in ons hart. Vragen waar meestal geen antwoord op is. En ook vandaag bidden wij weer om vrede. Vrede in Oekraïne, in Jemen, in Syrië, in Ethiopië. En zo zijn er nog vele andere plaatsen waar de wapens zijn opgenomen. Waar mensen worden onderdrukt. Sta op, God. Breek de wapens. Bouw bruggen waarover mensen elkaar weer kunnen ontmoeten. Elkaar in de ogen kunnen zien en ontdekken. Jij bent een mens, net als ik. En dan wordt het nu even stil. Even geen woorden meer. En in de stilte zoeken wij u met wat er in ons omgaat. Hoor ons bidden, God, in de naam van Jezus die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan worden nu onze gaven ingezameld. En daarna zingen wij ons slotlied, de eerste drie coupletten van lied 419.
We zijn aan het eind van onze viering. Houd moed, heb lief en leef in vrede, gedragen door de zegen van God. De Heer zal voor je zijn, om je de weg te wijzen. De Heer zal achter je zijn, om je te behoeden voor gevaar. De Heer zal naast je zijn, om met je mee te gaan, als een reisgenoot. De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan. De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt. De Heer zal boven je zijn, om je te zegenen. Vandaag, morgen, alle dagen dat je leeft, in eeuwigheid.